De bouw-, woon- en huishoudbeurs is gisteren officieel geopend door First Lady Ingrid Boutersen. Dit deed ze door een hartje van het sociaal project Hartjeswereld van George Struikelblok te schilderen. De beurs is georganiseerd door de Stichting Welzorg Suriname en wordt gehouden op de locatie van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Viraj Gangaram Pandey, voorzitter van Stichting Welzorg Suriname, zegt dat de stichting al 13 jaar beurzen organiseert. Middels deze beurs probeert de stichting de informatie over bouwen en wonen dichter bij de gemeenschap te brengen. Dit jaar is de huishoudbeurs eraan toegevoegd omdat de huishoudsector aansluit op de bouw- en woonwereld. Het is niet vreemd als we kijken naar hoeveel mensen nog geen eigen dak boven hun hoofd hebben. Het fundament voor een stabiele en gezonde samenleving is een dak boven het hoofd hebben. Veelal denkt men dat deze droom niet te realiseren is, omdat men niet over de juiste informatie beschikt. Wij van de organisatie, samen met de exposanten, proberen met deze beurs zoveel als mogelijk deze droom te helpen realiseren. We zijn er nog lang niet. Er is nog een lange weg te gaan. Ondanks de slechte economische situatie waarin wij ons nu bevinden, hebben de exposanten hun uiterste best gedaan om hun diensten en producten op een adequate, transparante en professionele wijze tentoon te stellen op deze bouw-, woon- en huishoudbeurs. Ik ben dan ook bijzonder trots op alle exposanten, Casico, sociale organisaties die hier op de beurs staan en wat ze hebben gepresteerd in de afgelopen, in principe de afgelopen maanden en fysiek de afgelopen week. Christine Polak, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, zegt dat de vraag naar een goed dak boven het hoofd steeds toeneemt. Een eigen huis bezitten is een grote wens van ieder, zegt de bewindsvrouw. Volgens First Lady Ingrid Boutersen is onze Surinaamse traditionele kennis geïncorporeerd in het vervaardigen van onze eigen Surinaamse producten. Beseft u tegelijkertijd dat het een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor het kunnen blijven behouden van een leefbare woning en omgeving. U zal zowel bij het huren als bij het bezitten van een woning moeten beseffen dat u regelmatig onderhoud aan uw woning zal moeten plegen. Een extra centje op een kant zetten om regelmatig in het onderhoud van uw woning te voorzien zal onderdeel moeten worden en moeten zijn van uw leven. Dit is zeker een bijzondere mijlpaal. De grondstoffen voor deze producten komen voornamelijk uit ons binnenland. Wij hebben de potentie als land. We moeten het positieve er altijd uit proberen te halen. Door de internationale ontwikkeling op het gebied van beauty en health, waarbij de consument bewust wordt van voordelen van natuurproducten, is de vraag naar traditionele kennis als ook deze producten aan het toenemen. First Lady Ingrid Boutersen-Waldering en daarvoor Christine Polak, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Ze spraken gisteren bij de opening van de bouw-, woon- en huishoudbeurs. Er zijn 120 stands op de beurs, die duurt van vrijdag 27 juli tot en met woensdag 1 augustus.